vertel, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ik was 11. 11 jaar was ik. Ik dacht dat ik stikte. En zo herinneren menig rokers hun eerste sigaret. Maar is het moeilijk te besluiten welke sigaret de laatste is? Gemeente Nijmegen wil het stoppen met roken bevorderen en schakelde initiatiefnemer Faros in. Een expertisecentrum dat zich inzet voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland. Uiteindelijk in opdracht dus van gemeente Nijmegen zijn we uiteindelijk ook in samenwerking met de HAN een onderzoek gestart naar de zelfhulpgroep. Maar het ontstond dus eigenlijk met de vraag van hoe kunnen we de aantal rokers in de wijk verminderen. Deze steungroep is er al een tijdje en blijkt voor de deelnemers een succes. De positieve impact heeft vooral te maken met dat de deelnemers zelf inbrengen wat hen wel en niet helpt bij de stoppogingen. Het is om hun te helpen, dus ik kan wel met iets heel leuks bedenken, maar dat hoeft niet voor hun van toepassing te zijn. Dus zij sturen mij daar ook in. Soms kom ik met een heel leuk idee waarvan ik denk, dit moet werken. En dan zeggen ze, nou, dit werkt niet zo voor ons, maar bedenken zij een leuke variatie daarop bijvoorbeeld. Ja, ik heb natuurlijk heel lang gerookt. Bij elkaar denk ik een kleine 50 jaar. En de ervaring leert dat als je dan gestopt bent, na een poosje ga je lekker weer roken. Ze hoort me zeggen, lekker weer roken, maar goed. En dan ga je dus gewoon weer roken. En toen kwam er vanuit Faros kwam er van, hey, we gaan hiermee aan de gang. En ik moet eerlijk zeggen, het werkt. Het werkt. Ik ben ondertussen 14 maanden van het roken af. Ik heb eigenlijk alles al gedaan. Van medicijnen tot pleisters tot cursussen. Ga zo maar door. En ik ben hier 2 of 3 keer geweest, 3 weken. En toen rookte ik nog gewoon. Je gaat dan vertellen van wat je de afgelopen week gedaan hebt. Nou, gerookt. En niemand veroordeelt dat. Ja, dat is echt acceptatie. Zo, het is goed. En wat Corrie zei, ze kwam hier en ze ja, nou ja, oké, je weet dat je komt in een steungroep. Maar je kan iemand niet dwingen op het eerste moment van, nou, dan moet je ook stoppen, hè. Nee, gewoon, nou ja, oké, kijk maar. Iedere dinsdagavond van 8:30 tot 9:00 kun je gratis deelnemen aan deze bijeenkomsten die nu nog plaatsvinden in wijkcentrum De Brak. Ze zijn er vastberaden om ook dit jaar weer rookvrij door het leven te gaan. Gewoon doorgaan, niet roken. Doorgaan en hier blijven komen. Dat heeft 2 voordelen. Het helpt je om niet te roken en het is ook nog gezellig.